Hoi iedereen en welkom bij deze nieuwe video. Ik heb voor kerst een kei leuke palletje gekregen. En daar wil ik heel graag een palette bingo doen. Daarbij enkel een basis make-up. Geen ooglook, nog geen bronzer of wat dan ook. Gewoon foundation, concealer, basis, wenkbrauw. That's it. Maar in ieder geval, ik wou een palette bingo doen, want ik had er nice echt goesting in. En daarmee gaan we natuurlijk beginnen met de mondspel van de Lunar Beauty. Dit is echt een prachtig palletje. Echt gewoon super prachtig. Komt ook uit een super prachtige doos. Waar ik echt super verslaafd aan ben. De binnenkant is er zo uit. Prachtige oogschaduws. En ook heel hard mijn stijl. Dus ik ben wel blij dat mijn beste vriendin het voor mij heeft gekocht. Het zijn groene paarse kleuren al. En ik dacht, why not a palette bingo? Wat ik wel ga proberen doen, even een paletje erbij doen. Pro is dan nummer 1, zo naar 5, 6 tot 10 en dan 11 tot 15. Ik kan het zo proberen doen en ik kan hier van onder een voorbeeld van het paletje zetten dat het beter kunnen bekijken. Het gaat weer gewoon 5 oogschaduws worden en met die 5 wordt het de oogschaduw dingen gecreëerd. Pretty Random zet ik op. Het is van 1 tot 15. Nummer 9. Dat is Samantha. Dat is een bronzing color. Een heel prachtige bronzerige kleur. Next one. Nummer 7. Nummer kort op 1. Iets Sarah. Dat is een neutrale kleur. Daar ben ik wel blij om, omdat ik toch al een neutrale kleur bij heb. En dat is deze topi kleur. Oh, dat is al een heel goede paring. Ik had gewoon gedacht dat ik zo neutraal ging. 3, derde kleur. 5. Oké. We gaan voor lage nummers, waarom niet? Maar ik denk dat deze wel een fellere kleur is. Ja! Sabrina. Dat is gewoon wel zo prachtig, die paars. Oh, ik denk dat ze beter zijn als oogschaduw dan dat ze sweatjes, maar ze zien er echt prachtig uit. Nog 2 kleurtjes, ik ben eens benieuwd. 15. Goede kleuren is. Oeh, de palet vast. Ik zit even met de spullen even mee te werken. En dat is Fiona. Een prachtige groene felle kleur. Die vonden we allebei heel leuk. Ik en mijn beste vriendin. Dus ik ben blij dat ik hem in deze video kan gebruiken. Hij lijkt duochrome, maar ik denk dat het net niet is. Duochrome. Maar een combinatie dat ik wel eens benieuwd ben om te doen. En nu de laatste oogschaduwkleur. 14. Ik denk dat dat ook een groene kleur is. Ja, dat is kleurtje Nancy. En dat is Nancy. Oké. Dus ik heb redelijk neutrale kleuren en iets fellere kleuren. Ik denk dat hier, ja, sorry van mijn nagellak, echt een ramp. Ik denk dat ik die groen wel onder mijn ooglid ga gebruiken, zo van onderen. Van mijn oog en dat ik die paars en bruine van boven gebruik. Het zijn 5 prachtige kleuren. Het kan zijn dat ik toch een bonuskleur bijzet, maar dat is een eigen keuzekleur. Dat ik bijvoorbeeld toch vind, ik mis die bepaalde oogschaduw, dan mag je die mee gebruiken. Maar in ieder geval, deze 5 moeten zeker gebruikt worden. Dus laat maar snel een close-up van mijn oog doen en laat maar snel aan beginnen. Oké, bril uit. Nu zie ik even niks meer, maar jullie zien voor mij. En ik ga beginnen met Sarah over mijn crease te doen. Ik kan deze oogschaduw gebruiken van penseel van de Primark, de Eyes and Crease Contour Brush in 251. En ik ben in de verkeerde oogschaduw geweest. Hoe bezig, Sofie? Ik heb een beetje van Winfried erbij in, gewoon omdat dat per ongeluk was. Oh, zo. Het ziet er echt schoon uit. En dat is echt nog maar de eerste oogschaduw dat ik gebruik en het is al zo. Oh.
wel een beetje poederig, maar geen enkel probleem voor mij. Met de tapered blending brush van de Boozy Shop pak ik de kleur Sabrina en zet ik die over mijn hele bewegend ooglid. Ik ben aan het denken waar ik Nancy ga gebruiken, maar ik denk dat ik Nancy onder mijn bewegend oog liet. Allee, van onder bij mijn oog, maar ik pak even terug Sarah en ik kan even die kantjes terug wat blenden. Ik pak nu een enkel shader brush 1500 van de Boozy Shop. En die gebruik ik voor Nancy en ik ga Nancy hier van onder zetten. Even terug de kleur Sarah gebruiken voor die hoekjes hier. Het is wel een beetje poederig, maar het valt echt nog mee. Allee, ik heb nou niet zoveel fallout om te zeggen het zou verbeteren. Het is echt... I'm happy with it. Oké. Nu ga ik de kleur Samantha pakken. En die ga ik een beetje over mijn paarse kleur doen, denk ik. Ja, dat gaat over mijn kleurtje van Sabrina. Ik denk dat dat het beste is hier aan de buitenste hoek. Dat is zo een beetje meer naar meeneemt. En welke penseel gebruik ik? Ik ga deze Precision Concealer Brush 121 van de Primark gebruiken. Ik hoop dat jullie het hier kunnen zien, want het is echt wel prachtig. Op deze manier is het een topperkleur eigenlijk. Dus dan zie je nog altijd de kleur van Sabrina onder. Deze heeft al wel iets meer fallout. Maar eerlijk, ik ben blij met dit kleurtje. Daar ga ik mij echt niet moeilijk over doen. Ik pak mijn Boozy Shop Brow Highlighter kwast 8100. Die pak ik voor de kleurtje Fiona. En die ga ik mee bij die andere kleur hier van onder zitten. Maar vooral eigenlijk in het midden. En de buitenkant. Even terug Sarah. Oep, dat is verkeerd penseel. Te brengen. Wat ik wel zie, ik ontbreek een inner highlighter. Dus ik kan de kleur Pro gebruiken als de bonus voor de binnenste ooghoek. En dan pak ik deze Eyeshadow Blending Brush 252 van de Primark weer. En die gebruik ik als penseeltje. Het is een prachtige kleur. Ik ben nu eens echt happy dat ik die aan het gebruiken ben hiervoor. Het maakt echt wel de look af.
Ik ga nu afcamera mijn eyeliner doen en mijn mascara. En dan kom ik straks terug voor de rest van de look. Dit is het ooglook uiteindelijk geworden. Ik vind hem prachtig. Nu ga ik even terug uitzoomen op mijn gezicht. En ik zal de kleine basis nog verder laten zien. Ik heb even terug mijn bril op. Ik ga even samen met jullie overlopen welke bronzer, blush dat ik bij ga gebruiken, highlighter en welke lippenkleur. De bronzer die ik gebruik momenteel is deze van Yves Rocher van de zomercollectie. Superleuke bronzer, het is een duo bronzer. En ik gebruik deze Cootiebox penseeltje. Even de palet bijpakken. Dat ik weet wat ik aan het doen ben. Het is een vrij lichte bronzer, je ziet hem bijna niet. Maar zeker met zo'n fluffy brush zie je dat echt niet. En dan is het niet meer zo gemakkelijk extreem fel. En allee, ik zwul hem toch wel heel hard in de pan, zonder veel last van te hebben. De bronzer is klaar. De blush dat ik gebruik is deze Balm Spring van de Balm Long Wearing Blush. Deze blush heb ik gekregen bij de Mystery Bag van de Boozy Shop. Een hele leuke kleur. Ook mini klein, maar ik gebruik hem graag. Penseel dat erbij hoort, allee, voor mij dan toch, is de Large Round Buffer in 1550 van de Boozy Shop. En dat is een goede manier om mijn blush aan te stippelen voor mij, natuurlijk. Dat zijn toch producten dat ik graag gebruik. Nu heb ik wel gezien, ik ben een highlighter vergeten te pakken. Dus ik ga even een highlighter pakken en dan ben ik zo terug bij u. De highlighter dat ik ga gebruiken is deze van Tarte in Stunner. Het is een stunning color, als je het wilt weten. En dit is hem. En de highlighter brush dat ik ga gebruiken is deze highlighter brush van de Boozy Shop. Ik kan even zijn eigen spiegeltje gebruiken. Hij is redelijk licht en toch niet te fel. En tegelijkertijd kun je hem goed schoon zien. En dat vind ik wel leuk aan deze highlighter. Tegelijkertijd een kleine review van. Voilà. Deze basis zit erop. Nu kan ik eigenlijk terug mijn bril opzetten. Hi! Ik kan eigenlijk terugzien. Ik vind het super leuk de combinatie. Nu nog de lippenkleur. Omdat wij er zo'n blauwe. Allee, groen-paarse tint, ga ik gewoon voor paarse lippen gaan. Even zien welke kleur ik dat ga pakken. De lippenstift dat ik ga kiezen is deze van L'Oréal. L'Oréal, toch? Nee, Maybelline, sorry. In 25 Chilling Grey. En dat is een paars-grijze kleur. Ik dacht. Let's go crazy today. Ik hou wel van zo'n kleurtjes, dus ik dacht, let's use it. En deze heb ik eigenlijk nog niet echt gebruikt op mijn lippen, maar ik weet dat dat een kleur is voor mij. Zalig. En dit is de finish look. Ik ben super blij met de ooglook dat eruit gekomen. Het past perfect bij deze lippenstift. Deze en de kleuren gebruikt samen met één extra kleurtje. En ik ben echt super blij. Ik moet echt dringend meer palette bingo's doen. Ik weet het. Het zijn super leuke video's ook om te filmen. Zeker omdat je creatief kunt zijn. En niet direct als je niet weet hoe je palet wilt gebruiken, om toch creatief mee te zijn. Ik had daar wel ideeën om die palet te gebruiken, daar niet van. Ik dacht, dit is wel een betere video. Ik denk dat dat wel plezanter is voor jullie dan
dat ik zeg van dit is de look I'm gonna create. Ik denk dat het leuker is, let's create it together, randomly. Dus met deze kleuren, dit prachtig oogschaduwpaletje gedaan. Nogmaals, mensen, wil je dus deze kleurenpalet, koop Monspel. Ik ben super blij met dit palet. Dit heeft me een prachtig look opgeleverd. En ja, dit is echt wel een Sofia paletje. Ben je zoals mij, je bent graag creatief. Je bent een boekenworm, je wilt iets creatief. Voor mijn verjaardag, vraag Monspel. Ik kan het echt maar aanraden. Het zat in mijn wishlist en ik heb die gekregen. En ik ben blij dat ik die heb gekregen. Herhaling. Zie de prachtige kleuren. Plus een zalige spiegel er nog onder erbij. Superleuke kleuren. Je kunt goed creatief zijn. En je kunt jezelf zijn. In ieder geval, ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je een request hebben van een bepaalde palet, laat het weten. Of een bepaald merk dat ik een palet bingo mee moet doen, laat het weten. Ik zal het proberen te doen. Dus nog zo'n video zien, subscribe. Ik ga mijn best doen. 2020 wordt mijn jaar. In ieder geval, ik hoop dat jullie nog een leuke dag hebben en tot de volgende video. Doei!